Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites. Welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Glowing Garnet. Shiny Gatelock met Sander van Game USB. Het is tijd voor de eerste gym. Dit is trouwens echt waar wat op mijn scherm staat. Ja, dat klopt. We gaan Roxanne verslaan en na Roxanne, dan gaan we iets anders heel gaafs doen. Oké, ja, dat klopt. Een cave match. Overigens is het wel zo, vorige aflevering is het me niet gelukt om een shiny te vinden in de cave. Ik ga daar gewoon naar terug straks en dan kan Sander gewoon verder gaan. Ja. Want er zijn weer genoeg Pokémon te vangen voor de tweede gym. Volgens mij is er net wel wat fout gegaan. Dus waarschijnlijk krijg je hem in twee delen. Volgens mij heeft hij namelijk de opname kort gestopt. Oh, oké. Nou, is niet zo heel erg. Maar, ja. Komt Gucci. Crazying. Oh, hij heeft er maar drie. Oké. Judith is gone. Nee. Ik ga het niet risken. Ook niet voor een biscuit? Nee, ik hou van biscuitjes, maar niet nu. Hier, deze heeft gewoon rock throw, hè? Dan was ik echt dood geweest met mijn... Hoe heet die man? Tsunami, dat was hem. Heeft deze sturdy guy? Oh, dat maakt niet uit. Hij is toch niet... One hit, KO-ing. Voor een zee, palme. Dat is de Japans, de voorspalm. Gaat hij straks alsnog niet dood? Net als die ene auto bij jullie die echt op 0 HP bleef steken voor sommigen. Ja, wat de hel gebeurde daar, ja. Hoe heb je het Webble gedaan dan? Oh, je hebt een water type. Ja. Ja, een Buck is super effective op fighting. Oké, ik ben wel eerst. Lekkering! Oké, dit is heel fijn. Oh, je hebt hem geparalyzed. Ja, dat is wel nice met de voorspalm. Sand attack, hou op man. Oh, vrouw, sorry. De Dwebble is een vrouw. Och, nee. Goed, dat was de gym leader. Nou, bij mij doet het nog wel even. Eén. Nog meer cent. Yo, wil je de battle trouwens nog langer laten doen? Dit is echt gewoon... Die gast gaat gewoon dood en hij weet dat en hij denkt... Nee, liever sterf ik een langzaam pijnlijke dood, zeg maar. Yeah. Dat is deze guy. Level 18. Nosing the passing. Lekker. Ik heb zo'n gym badge gewonnen. Ik moet wel switchen. Dat ik zo eventjes ga healen en dat ik dan... Ik ga vechten met Sand Ring. Weet jij toevallig wat Nosepass voor moveset had? Voor Rock-type? Nee. Ik denk Rock Tomb, dacht ik dat idee. Ja, dat is wel kut. Ja, ik moet sowieso switchen, want anders zit je met die Sand Attacks, dus... Maar ik zat te twijfelen om weer terug te switchen. Oeh, hij heeft Thunder Wave. Dat is zeer kut. Ik wave hem straks naar de Thunder. Oh, Rock Throw. Ah, nu ben ik ook niet meer eerst. Dat is wel naar. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Zelfs een crit overleef ik, dus dit is op zich wel goed. Lekker Sandering. Lekker. No casualties, maar dat komt ook omdat we nu weten welk level de gym leader is. Dat ik dat van tevoren heb opgezocht. Niet als de vorige keer met de Harmony ging, toch ging het helemaal fout. Ja. Het ging hier al eerder fout. Met mijn Torchic. Ja, dat is waar. Nu is het vechting tegen... vechting tegen Sandring. Daar ben ik wel bang voor. Ring. Ja. Bro, ik heb echt de minste
cage match punten ooit gehaald in elke cage lock volgens mij die we ooit hebben gedaan. Ik denk dat er wel een probleem is. Wat? Zou het zo zijn nu de 3DS geen ding internet gebeuren meer hebt, dat ook op Citra zo is? Oeh, dat weet ik niet. Nee, nou, maar Citra en Citra is ook taken down, hè? Echt? Ja, toch? Samen met die, met die Switch. Dus dan zou het wel kunnen dat multiplayer niet werkt. Ja, dan doe ik dat ook. Met een beetje geluk is het nu gelukt. Ik hoop het. Want de trade or battle with friend. Dit ziet er allemaal redelijk goed uit. Ja. Zeker. Battle start of moeten we... Nee, we moeten nog Pokémon kiezen, Pokémon toch? Pokémon kiezen, ja. Oké, nu doe ik jouw ding even omlaag, ja, zodat ik niet mee kan kijken. Ja. Oké, battles. Ik druk op battle start, denk ik. Had ik naar Pokémon leers moeten gaan. Ja, dat weet ik niet. Kan je nog kiezen welke Pokémon je gebruikt en zo? Ja, dat weet ik dus niet. Ik ga voor de zekerheid heel eventjes de Pokémon vooraan zetten die ik wil gebruiken. Oh, dat heb ik niet gedaan. Dan gek. Maar wie wil ik gebruiken, dat weet ik eigenlijk nog niet. Of die. Oké. Eatweed White is eerlijk weg. Ja, dan druk ik nu op Battle Start. Oh, nu moeten we de Pokémon selecten die we willen gebruiken. Dat is beter. Nu weten we al allebei dat we eigenlijk... welke we wouden gebruiken. Ja. Wil je nog een andere kiezen of zeg je van laten we allebei gewoon voor degene gaan die we zouden gaan gebruiken? Nee, laten we maar doen die we dachten dat we gingen gebruiken. Dat is goed. Maar dan weten we dat voor de volgende keer dat we dat dus daarna nog mogen kiezen. Volgens mij was dat de vorige keer ook. Ja. Zeiden we dat de vorige keer ook. Maar goed. Maar het werkt, Sander. Ik ben zo blij dat het gelukt dat is. Dat is fijn. Ja. Dat is zeker fijn. Oh nee. Jawel, okay. Ja, rustig aan. Longfang! Oké, wow. Longfang, dat is mooi. Nou, ask him. Dit is wel... naar... Oh, wat kut! Ja! Oké, yes. Oké, dat is win 1. Oh, nee, dat is kut. Maar goed, ik heb nog... I've got something on my sleeve. Niet je sleeve! Ja, kijk, dit sleepy maar, hoor. So is dat jouw sleeve illusion? Misschien. Wow. Oké. August. Ja, dan moet ik nu. Ik weet alleen niet, ik denk niet. Kut is dat het... Oh, dat is ook kut. Nee, het hield niet je poison als je dat wou vragen. Nee, dat dacht ik ook al niet, maar... Hey, I just met you. This is what the deck says. Ah, geen... Oké. Geen, hoe heet het? Geen Paralyze. Para. Maar ja, dat... Hoezo heb jij nooit Para? Wat is dit? Gaat nog gebeuren, rustig aan. Wat ben jij een spammer? Je lijkt Jordi wel. Ik heb dat van Paddy geleerd. Oh, dat mag ook. Hoe dan? Ja, wat is dit? Dit slaat toch nergens op? Hoezo heb jij nooit Paralyze? Ik heb het echt altijd als ik... Paralyze. Morning sun. Kom op, para. Lekker.
Crit. Dit slaat echt nergens. Het was een crit. Dit slaat echt nergens. Echt waar. Ja, weer die kut morning sun. Ja, dit is zo erg. Kom op, para. Eindelijk. Wat een bullshit. Nee. Maak een grapje. Oké. Ja, ik moet dit doen. Mis. Kom op, para. Oh, dat was een crit. Nee, dat was geen crit. Wat? Oké, dit is mooi. Dat was ook geen crit. Ook geen crit poison? Nee. Nou, dat heb jij gewonnen. Yes! Yes! Oh, de para-hex. Lekkere setting. Die morning sun had jij gezien toen ik hem aanleerde. Of niet? Nee, had ik niet gezien. Nee. Dat hoopte ik zo. Ik was echt aan het speedrunnen op dat moment. Want Dustox die leerde Moonlight, maar die had ik hem niet geleerd. Oh. Ja, daarin had je het enigszins kunnen, kunnen concluderen. Maar. Oké, die laatste twee para's die hebben. Nou ja, ik had nog één morning sun. Dus als jij één. Hoe heet het? Als jij één. Hoe heet het? Dat weet ik als niet. Jij één paralyze minder had gehad, ja. Dan. Als jij die één beurt later had gehad, dan had je nog kunnen winnen. Gelukkig heb ik nog een backup. Ja, ja, jawel. Oh, wat geef ik hem? Oeh. De keuze is revive items en TM's. Dus ik ga. Ja, dan ga ik voor revive. Ja? Oké. Okay. Ja, zo early in the game. Laten we maar revive gaan doen. Weet je wat ik wou gaan doen? In allereerste instantie? Nee. Torchic, die had Sand Attack. Ah. Wou ik Sand Attack spammen. Ja, weet je, met Torchic had je wel heel veel van mijn Pokémon kunnen. Oh, verkeerde. Had je heel veel van mijn Pokémon aangekund, denk ik. Ja. Alleen ik had nooit. Want ik had ook sowieso nooit Marstomp durven te gebruiken. Ja, mijn enige reden. Ja, ik dacht echt van. Weet je, ik heb toch Sand Attack boeien. Boeien. Maar goed, ik was toch verloren uiteindelijk. Hoe gaan we het verder doen? Wil je nog verder deze aflevering? Ja, want we hebben uiteindelijk maar alleen de gymleader gedaan. En toen waren we aan het kutten. Zou je dan je scherm ook weer willen delen? Hij is al gedeeld. Oh, nee, niet. Huh? Never mind. Ik vond het niet erg, want ik denk, ja, toch. Ik had nog een Cascoon, hè. Dus ik heb nu gewoon weer een longshot. Of weer een. Oh ja, dat was ik vergeten. Oké, maar dat geeft niet. Wat moeten we nu doen? Jij moet nu als het goed is Pico redden. En ik trouwens ook, maar ik moet daar nog zijn voor een schijnende Pokémon. Oh ja, maar dan kan ik Pico redden naar de volgende. Ja. Oh, met fishing werkt het natuurlijk niet. De sweet sand. Nee, straight. Alleen je zou wel kunnen. Nee, met visje denk ik. Ja, dan moet je maar eens op het strand proberen. Even kijken of dat werkt. Ik denk het niet hoor. Maar het enige. Ja, al die Megacarps gaan er aanspoelen. Nee, ja. Wat je dan. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, het chain visje zou wel werken, zeg maar. Nee. Ja. Dan kan ik net zo goed gewoon vissen, volgens mij. Want als ik eerst moet vinden hoe dat chain fishing dat werkt. Dat is gewoon dan. Zorgen dat je elke keer een Pokémon landt. Ja, maar dat doe je dan toch sowieso wel? Niet per se, want als je een keer eentje mist, zeg maar tussendoor, dan is je chain verbroken. Ja, oké.
Ja, oké, okay, maar over het algemeen, als je voor shiny aan het zoeken bent, dan... Ja. De kans dat je dan niet denkt van, hey, laat ik... Of dat je dan denkt van, hey, laat ik dit skippen, dat is best wel... Nee, maar als je bijvoorbeeld misklikt, zeg maar, en je geen Pokémon landt, dan is je chain verbroken. Zo. Ja, oké. Okay. Maar ja, daar... Aim je sowieso niet voor, zeg maar. Je probeert sowieso altijd. Maar dit is niet te geloven. Hoe dan? Hoe doe je dat? Wat een tyfuszooi. Is Bird niet super effectief op Dark? Dan kan ik wel met hem inblijven namelijk. Ik heb trouwens ook nog Absorb gehad. Maar ik denk, ja, Absorb doet niks op deze gast. Maar als je een andere gast in had gezet, had ik zoiets, dan kan ik met Absorb... Stage chip met damage healer, ja, zeg maar. En absorb is trash, maar ja. Liever trash en healer dan niks. Tot ik straks een keer mega drain krijg en dan komt alles goed. Ja, precies. Dus dat komt wel. Weet je dat... Alleen gym 2 zal er wel niet zo heel veel gebeuren dan als dat inderdaad level 20 is. Level 21, ja. Zei je. Ja. Dus dat zal, daar zal dan niet zoveel gebeuren. Ja, dude. De moveset was ook veranderd, toch? In deze game? Ja, dat dacht ik wel. Volgens mij hebben ze die wel verbeterd. Nee, je kunt dan sowieso even kijken wat de normale zou leren. Oh. En dan kun je daaruit wel conclusie trekken. Misschien, enigszins. Conclusie? Conclusion. Nou, dan ga ik even... De Duverding Town. Oh, niet deze man. De Hikering. Clark. Met de Geodude. Een Quality Pooch. Nou, deze durf ik wel aan. Absorb die motherfuckers. Dat is niet lief. Maar wel terecht. Je had wel Fire Moveset hoor. Als ik dat zo zie. Ja, hè? Je had ook nog Confusion. Ja, klopt. Alleen, ik dacht Gust is sterker op... Kijk, weet je wat het was? Ik zat vlak voor de Cage Lock, zat ik tussen nog één te twijfelen. Maar dat ga ik niet zeggen, want dat wordt waarschijnlijk de volgende. Okay. Mits ik geen hele goede Pokémon krijg. Oké, de Quality Pooch is gone. Oké, ga maar sinds Jumping On alsjeblieft. Dan kan ik weer Pocket the Monsters gaan hunten. Ja, dat is wel chilling. Van die rain trouwens, hè? Ja, yo, je bent zo smarty pansy. Waarom praat ik tegen deze man? Oké. Op schaal van 1 tot 10 ben ik dom. Raydark. Die is wel... Hij blijft vet. Ja, die Puchina is vet, hè? Ja. Ja, ik ben dat heel erg. Ja, die heb ik ook. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar Mightyena. Ik ook. Die zullen we dan ook wel niet krijgen voor de gym. Nee, want dat is pas level 25. 22. Oh, 22. Okay. Nou, ik dacht 22. Maar... Kan al. Ik moet zeggen, ik weet het niet zeker. Maar meestal, zoals Arbok en zo, dat is allemaal 22. Dus het was eigenlijk ook een beetje... hoe heet het? Het is een gok. Het is niet zeker weten, okay. Zeg maar. Ik ben niet zo heel goed met levels van Evolution, zeg maar. Over het algemeen. Behalve Gen 5, die weet ik allemaal. Die zijn allemaal boven de 60. Dat is overdreven, maar wel bijna. En Gen 5 is echt belachelijk. Gen 5 mons. Ja, Gen 5 mons is super kut. Terwijl de, hoe heet het? De League is ook niet per se level 60 of zo. Dat het, hoe heet het? Dat het wel juist is met... De level cap, ja. Maar nee, het is gewoon... Nee, vinden we leuk.
Ik ben heel blij dat we het hebben kunnen fixen, Sander. Met internet. Ja, ik ook. Voor de mensen thuis. Citra is offline gehaald in april 2024. Dus wij waren eventjes bang dat dat de downfall zou zijn van deze cage lock. Of dat we het op showdown moeten doen. Dat zou natuurlijk jammer zijn aangezien je hier de mooie shinies hebt. En inderdaad mogelijk eigen movesets. Ja. Dus, ja, eigen movesets kan je nog doen in showdown. Maar je mag toch niet met illegal mons gaming? Wel als je allebei volgens mij anything goes doet of zo, toch? Dat kan hoor. Volgens mij kan het dan wel, maar dan nog. Oh, Shias Lukma! Holy damn. Ik weet ook al hoe ik hem ga noemen. Call me? Nee. Dat moet toch in Avatar Team zijn, Sandring? Oh ja. Nee, ik ga hem Bolin noemen. Nee, ik ga hem niet Bolin. Oh, dat had ook een hele goeie geweest. Maar ik had iets anders in mijn hoofd. Oké, nee, dan wacht ik gewoon rustig af. Ik had Bolin wel vet gevonden. Mijn favoriete karakter. Het is ook een meisje. Niet dat ik dat even tegenhouden bij anderen, maar... Bij deze wel. Wat? Oh, ik moet de Devon go. Ja, die moet je wel afgeven. Smellerby. Dat is van Avatar. Ja, alles is van Avatar bij mij. Bij mij is alles van Inazuma Eleven behalve de Alaskan Bullworm. Dat is van SpongeBob. Eigenlijk is dat wel een beetje jammer, hè? Eigenlijk wel. Mag ik een nieuwe Beauty Fly pakken? Oh, nu val ik per ongeluk aan. Nou ja. Boeien is toch 1 KO. Ah, ik krijg in ieder geval nog experience voor. Oh, wacht. Het is level 4. Dat doet niks. Oh, ik was te vroeg. Oh nee, waarom moet ik nu allemaal battles doen? Ik wil gewoon snel naar Duverding. Hey, zie ik daar een punt? Ja, het is een C-dot. Leuk. Wauw. Mwaha. Harder. That's what she said. Waarschijnlijk niet trouwens. That's what he said, bedoel ik. Die is wel cool hoor, die is wel cool. Wat is een lava vrouwtje in Avatar? Nee, er is geen lava vrouwtje in Avatar. Roku heeft natuurlijk ook lava bending en shit. Dat is waar, maar ja. Nee, het wordt geen lava. Maar het is blauw vuur, zo'n beetje. Iets, soort van. Oh, Azula. Zeker. Ik zat te veel in de markt maar te denken. Oh! Oeh! 18! Level 18 al? Nice! Ja! Ik dacht... Ik was echt in de veronderstelling dat het 22 zou zijn. Of hoger. Oh! Ja, die is goed hoor. Die is goed. Hij is zo vet. Die is heel goed. Snarl. Nee, ik wil niet weten of hij tof is. Ah. Beetje lower. Ah, oké. Als ik geheeld ben, hè, zullen we dan de aflevering beëindigen? Ja. Hé, hey, dan zijn we eindelijk weer op hetzelfde punt. Ja, laten we dat maar doen. Nice. Oh, en Sander, mag ik je nog een tip geven? Ja. Misschien eventjes kut halen zometeen in het huisje hiernaast. Dit huisje? Ja. Ik houd HM's. Ja, ik ook. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje op. Sander staat 1-0 voor. Ik ben heel erg trots op jou, Sander. Ah, ja. Tot de volgende keer. Adios, yo. Amigos.